De dag der zwarte beschaving, oftewel Black Among Day, is gisteren voor de 26e keer herdacht. De herdenking is georganiseerd door de Federatie voor Afrikaans Renamang. Verslaggever Sifra Goudland maakte voor u het volgende verslag. Goeiedag kijkers, vooralsnog een gelukkig nieuwjaar. Wij staan te plantage Vier Kinderen, waar de Black Civilization of de dag der zwarte beschaving in Mofetakkie zegt men waar Black Among Day wordt herdacht. Deze dag wordt elk jaar op de eerste zondag van elk nieuwjaar herdacht. De Federatie voor Afrika's Renamang heeft van het jaar wederom gekozen om het te herdenken in het district Para en wel in plantage Vier Kinderen. Wij gaan een gesprek hebben met de voorzitter Iwan Wijngaarde die ons het doel en het belang van deze Black Among Day gaat vertellen. Meneer Wijngaarde, vandaag is Black Among Day als voorzitter van de Federatie voor Afrika's Renamang. Waarom is deze dag belangrijk? Het is heel erg belangrijk, omdat wat men met ons gedaan heeft, tussen al die etniciteiten in Suriname, is de enige groep waar men de beschaving heeft ontnomen. Het mocht niet vanaf twee eeuwen lang mocht het niet. Pas in een van de ministers in 1971 heeft het afgeschaft dat we vrij en blij onze cultuur, onze beschaving mochten vieren of beleven. En dat heeft gemaakt dat het een enorme achterstand heeft gezorgd voor de groep van Afrikaanse afkomst. En daarom de dag van Black Among Day. De organisatie heeft wederom voor het district Para gekozen om deze dag te herdenken. Wijngaarde geeft verder aan dat de Verenigde Naties ervan uitgaat dat het juist goed is voor de zwarte beschaving om de eerste zondag van het nieuwjaar hierbij stil te staan. Door de eerste zondag van het jaar het aanpak, vooral degene die het kwijtgeraakt is door anderen, door druk van anderen, konden anderen het niet ontwikkelen. En juist kwaaie dingen hebben zich ontwikkeld erin. Is het goed dat we de eerste zondag van het jaar alles doen dat we cultuur aanpakken met alle vernieuwingen. Vandaag hebben we wat vernieuwingen aangebracht, waar we de eerste hoeder hebben benoemd binnen de cultuur van Para. En zo willen we in alle verschillende delen van Suriname hoeders benoemen, een woord geven, speciaal op Black Among Day, Black Civilization Day, zodat ze samen kunnen werken om het verder te ontwikkelen naar een grotere hoogte. Dat is de bedoeling eigenlijk van deze Black Among Day hier, dat we Alphonse Ceder als eerste benoemd hebben. Ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de federatie hebben zij de voorzitter van het plantagebestuur van Vier Kinderen gehuldigd met een award. Deze is door ex-president Ronald Venetiaan overhandigd aan Alphonse Ceder.